Ja, 5-2. Over 5 minuten gaan we beginnen met het Kei Kapellig Speciaal Bierfestival. Voor de allereerste keer in Herpen, ter gelegenheid van ons 60-jarig jubileum van de Bonlander Hofkapel. We hebben vandaag een dag met vol muziek van verschillende blaaskapellen. Dat zijn 4 blaaskapellen. En we hebben ook heel veel verschillende speciaal biertjes dat mensen kunnen proeven met een mooi proefglaasje dat gegraveerd is ter gelegenheid van ons jubileum. En nou ja, we hebben gelukkig heel mooi weer. Dat kun je van tevoren niet afdwingen, maar daar zijn we natuurlijk super blij mee. En er is van alles te doen. We hebben een luchtkussen voor de kinderen. Er is nog een klein spelelement voor de kinderen. Maar ook voor de volwassenen hebben we een ludiek spel. Dat is jawel het speciaal bier. Bierkratjes hijsen, wie zoveel mogelijk kratten in een minuut tijd omhoog kan hijsen. Nou, en daarnaast kan iedereen nog genieten van onze tent met van toen naar nu. Daar zijn allemaal foto's van 60 jaar geleden tot nu opgehangen. Kledingstukken en andere dingen die het mogelijk maken om te kijken hoe de afgelopen 60 jaar is geweest van de Bonlander Hofkapel. Nou, Lekker van Jeroen is er ook, die zorgt voor de lekkere hapjes. Dus tussendoor kunnen mensen genieten. Kortom, samengevat, het wordt een dagje begonnens genieten met lekkere biertjes en lekkere andere hapjes. En speciaal biertjes en muziek van verschillende blaaskapellen. Ja mensen, Marcel van Brakel heeft net al van alles verteld over ons 60-jarig jubileum en het festival wat wij hier houden vandaag. Ik wil nog even een klein beetje aanvullen. Deze dag van vandaag komen heel veel elementen die wij de afgelopen 60 jaar ook al gedaan hebben, komen deze dag terug. Het herfstmertje hebben wij die spelen gedaan. Hebben we er vandaag ook weer eentje terug. Wij hebben met carnaval Kei Kapellig. Al die kapellen die komen vandaag hier ook weer terug. En zo zijn er ontzettend veel dingen die wij de afgelopen jaren gedaan hebben en dat de mensen hier weer terug gaan zien. Wij hopen dat het heel druk wordt, maar dat weten we zeker. We hebben heel veel kaartjes verkocht. We gaan er vandaag een mooie dag van maken. En iets mede mogelijk maakt, daar wil ik het toch nog een keer bij zeggen, door Tekens Events uit Herpen. Het zonnetje schijnt, het bier is er en de mensen zijn er. Het gaat helemaal goed komen.
Nou, het is eigenlijk wel heel eerlijk gevraagd om het allereerste Kijkerpelk speciaal voor de festival te openen. Het is een mond vol. En samen met Stichting Carnaval willen wij jullie dan een cadeau aanbieden. En dan begin ik even kort het woord aan John. Ja, ik ken ook een biertje. Maar hier is het jou. Ik hou het ook op. En ten eerste natuurlijk, Hofkapel, allemaal van harte gefeliciteerd met jullie 60 jaar bestaan. Het is natuurlijk fantastisch. En hartstikke bedankt. Ik heb een kleine bijdrage, warm voor jullie, is voor wat bladmuziek gekomen. Want ieder jaar kan ook een nieuwe muziek. Dus namens de stichting, met Jeroen en ons allemaal. En ja, kort houden toch? De vorige keer toen we het feest hadden, 50 jaar bestaan, was de burgemeester. Toen hebben jullie allemaal een medaille gehad, weet je het nog? Lubbert, ik heb dit nou niet in jou, maar ik heb jou de hoogste onderscheiding van de Franse Prins kan geven. Zo, mij nog de kapel. Die geef ik aan jou, want ik heb hem rennen. En er is dezelfde onderscheiding die mijn adjudant ook hebben. Waarom? Ja, dus mensen, pakken allemaal nog een mooie dag van en het weer is goed, dus het komt helemaal goed. En dan geef ik het woord aan Jeroen van jou. Ook nou eens mijn felicitaties en ik hoop dat je mag smaken. Proost! Hey! Jeroen is jong en dat je dan, dankjewel voor het mooie cadeau, de mooie woorden. Wij zijn er trots op als er zo tegen ons gesproken wordt. Dat is kei mooi. Maar we doen het gewoon graag. Dus, en als je graag doet, dan wordt het gezellig. Ja, dan is er nog één officiële handeling, zoals de burgemeester al zei. Wij hebben zelf een vlag laten maken van de Bonn aan de Hofkapel. En daarachterin staat de vlaggenmast naast de witte, naast de tent van de munten. En Jeroen gaat vast langzaam die kant op lopen en die gaat de vlag hijsen. En misschien dat er dan een gepast muziekje achter kan.